welkom bij weer een nieuwe action video. Ik ben Marloes en ik ben super blij dat je vandaag kijkt. Het belooft namelijk een hele leuke video te worden. Hij staat in het teken van allerlei gekke action producten. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat de winkels weer open zijn. Dat betekent dat je niet per se alleen maar dat boodschappenlijstje hoeft af te vinken en dan als een razende weer die winkel hoeft te verlaten. We kunnen nu ook eindelijk even kijken wat er nog meer in die winkel te koop is. Over het assortiment gesproken, bij Action zijn er nogal eens wat dingen in de schappen te vinden waar je je wenkbrauw bij optrekt of waarbij je in eerste instantie niet wist dat je het nodig had in je leven. Ik ga vandaag een aantal van dat soort producten uitproberen. Ik heb ze nog niet gezien, dus ik laat me verrassen. Ik ben heel benieuwd of ik ze herken. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is: wat is het allergekste of grappigste Action product wat jij bij Action hebt gezien of gekocht? Laat het me vooral hieronder weten in de reacties, dan kunnen we even lachen samen. Nou goed, laten we kijken wat voor leuks ze vandaag voor mij in petto hebben hier in de Action Studio. Kom maar door. Eerste product, wat is dit? Dit is echt een categorietje. Wat ben jij? Even kijken wat erop staat hoor. Pufferbal. Ja, je kan er dit mee. Ik denk dat dit ook de bedoeling is. Superleuk speelgoed voor kids in ieder geval. En het is ook best wel verslavend voor 34 jaar oude kinderen. Leuk. Zacht. Lekker ook. Maar ook best wel een beetje smerig. Cheeky Pops. Queasy Foam Shooter. Ik ga het gewoon gelijk openmaken. Wat is dit? Ik moet eerlijk zeggen dat het speelgoedschap ook niet het schap is waar ik het allerlangst blijf hangen. Dus deze producten ken ik allemaal niet. Dat maakt het wel extra leuk. Cheeky Pops. Oh, ik weet dit al. Dit heb ik wel ooit een keertje in een shoplog voor Kerst of Sinterklaas ook gehad. Het was zo'n unicorn dat je dan zo'n dingetje uitpoepte. Volgens mij is dit hetzelfde. Oh. Shoot far. Nou, niet bij mij. Oké, ik heb geleerd hoe het moet. Daar gaat hij. Yes! Oké, maakt het een stuk leuker. Hey, dit is een van de nieuwste raasjes waar ik echt nooit van begrepen heb wat nou precies de bedoeling is. Het is een Pop-It fidget. Die zijn er in allerlei verschillende soorten en kleuren. Kijk. Bij Action liggen deze dus nu in de schappen. En wat nou de bedoeling is, is dat je dus die bolletjes dus erin propt. Wat ik dus onlangs heb geleerd over deze dingen, is dat het niet zozeer heel leuk is om dit geconcentreerd zo te doen. Maar dat het dus gewoon heel chill is als je aan het werk bent. Om even lekker mee te fidgeten. Of als je aan de telefoon bent. Of gewoon een soort stressbal of zo. Nou, in ieder geval weet je dat je op Action altijd kan rekenen voor de laatste raasjes. Ook voor de Pop-It fidget. Nou, ik heb hier een topper liggen hoor, die ik stiekem altijd al had willen uitproberen. Ik heb hem wel gezien in de schappen, maar nooit zo in mijn handen gehad. Ik ben heel benieuwd of het werkt. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is een massageapparaat. Ik ga hem even aanzwengelen. Oh, die gaat echt flink tekeer. Oh, dit wil ik. Lijkt me heerlijk. Mijn hele wangen gaan er ook helemaal van tekeer. Fantastisch dit ding. Even mijn schouders, want daar heb ik altijd last van. Lekker dit. Moet je kijken hoe erg dit ding trilt. Hij houdt zich zeker niet in. Nee, wel. Kijk, hij gaat ook helemaal als een malle tekeer nu. Ik zie ook dat je er trouwens allemaal andere opzetstukken bij hebt. Hij geeft een diepe weefselmassage en spierversteviging. Zo, moeilijk lezen. Oh, en dit is er eentje. Het voelde als schuurpapier. Ik zou dat niet graag op mijn lijf zetten, maar ik begrijp nu waar het voor is. Want het is voor eelt verwijderen. Wat top. Oh, kijk. Deze zit er nu op. Dat is een soort van heuvellandschap. Wat leuk dit. En dan gaat er een soort van sok overheen, zodat je niet van dat vieze plastic op je lijf hebt. Wow. Ga weg. Nou, dit is echt heel goedkoop. €7,95 voor dit ding. Nou, daar kan je echt geen massage voor boeken. Hoe was dit? Even een fancy rugzakje. Oh, het is een cool rugzak.
geschikt voor het koelhouden van drank en etenswaren. Oh, fantastisch. Dus als we straks weer naar een festival lopen of zo. Of even lekker picknicken nu in het park of op het strand of zo. Even uitpakken gelijk. Dit ziet er echt een stuk beter uit dan wanneer je met zo'n vakantiekoeltas de straat op gaat. Oh, dit voorste vak is gewoon voor je andere spulletjes, je portemonnee, telefoon, al dat soort dingen. En dan heb je hier een heel groot vak. Daar past wel een flesje wijn of 5 in. Oh, wat grappig dit. Helemaal leuk. En ook nog best wel fashionable deze tas. Ik zou hem ook prima gebruiken eigenlijk voor andere dingen. Hij kost €5,95 en ik zit net te bedenken, ik wil dit eigenlijk gewoon voor boodschappen. Als ik de ijsvoorraad ga aanvullen, dan doe ik gewoon deze hele tas vol. Fantastisch. Helemaal leuk. 14 liter kan erin. Niet 14 liter drank, hè. De inhoud van de rugzak is 14 liter. Oh yes. Als je de vorige video hebt gezien, of een paar video's terug misschien alweer, dan weet je wel dat ik helemaal dol ben op alles wat het bubbel schiet. Oh, leuk! Kijk, er komt gewoon... Oh, kijk! Wow! Ik vind het nu wel leuk. Je ziet het aan die kant beter. Het is voor linkshandige mensen. Oh, wat vet dit. Ik verheug me hier echt enorm op. Ik ben heel benieuwd. Dit is een knijpkat ding, dus je moet zelf dat wiel aanslingen. Kom op! Kom! Ja! Sorry. Dit is toch geweldig. Wat hij dus eigenlijk doet, is dat hij wind maakt. En dat hij gewoon door dat oogje die bellen blaast. Ja, en hij geeft licht inderdaad. En hij maakt lawaai. We gaan voor special effect. Vet! Dit is toch cool, jong. Dit wil toch ieder kind? Maakt niet uit hoe oud je bent. Ook mijn leeftijd. Ik wil dit. Leuk. Wat komt hier aan, Ron? Dit zou het leuk doen gewoon in mijn interieur, dit regenboog-ei. Maar ik denk niet dat het daarvoor is. Ah. Dit is dus een gigantisch unicorn-ei. Ik wist niet dat het unicorn-ei eruit zag, dit, maar klinkt logisch. Wow, hier komt dus een unicorn uit die meer dan 50 centimeter groot wordt. Nou, die mag je wel in bad leggen dan of zo, want 50 centimeter... Voeg water toe, dus in een emmer of in bad of weet ik veel, voor mijn part in de vijver. Het duurt dus 48 uur, gelukkig maar, totdat die unicorn eruit komt. Dan duurt het 10 dagen totdat hij heel groot wordt. En dan in 20 dagen is hij enorm. Is het een joekel van een unicorn als huisdier. Helemaal leuk. Het is een reloader. Toyken. Oké, hier kun je dus echt gewoon... het gevecht met elkaar mee aangaan, want er zijn er 2. Dus leuk voor broer en zus. Of broer en broer en zus en zus. Je snapt me. Oh, even kijken hoor, er zitten 6 van die pijlen bij. 3, 2, 1. Yes! Wow. Het werkt! Wow, hij komt eigenlijk best wel ver. Hoe ver kan dit ding wel niet? Oh kijk, je moet dus ook nog erover nadenken welke je voor de loop zet. Oh, dit vind ik kleintjes echt helemaal fantastisch. Weet ik zeker. Oh nee, hoe moet het dan weer? Ik zit weer niet op te letten hoor. Kijk, gewoon in mijn ogen. Wat staat hier nou weer voor een apart ding? Het is een dartboard, maar er zit ook een pistool bij. Dus wat dit met elkaar te maken heeft... Even kijken hoor. Infrarood pistool... met target. Laserpistool met schietschijf. Oh, en het moet ook geluid maken. Oké, het is dus een dartbord en er brandt een lichtje. Volgens mij moet ik daarop schieten. Maar alles waarbij ook maar iets met hand-oogcoördinatie bij komt kijken, daar ben ik bijvoorbeeld al niet goed in, want ik ben motorisch een beetje onhandig. Maar ik ga mijn best doen. Oké. Woehoe! Hij maakt muziek, dat vind ik heel leuk. €6,49 kost hij. Dat is echt een kopie voor dit hele setje. Kom op! Ja! Dit is toch leuk om in je kantoor te zetten of zo. En dan piuw piuw af en toe tussen zo'n meeting door. Fantastisch.
Jongens, dat waren ze al. Ik heb echt heerlijk even gespeeld hier. De tijd vloog voorbij met al deze gekke actionproducten. Ik ben heel benieuwd wat het gekste actionproduct is. Of je lievelingsspeelgoed of überhaupt je favoriete product. Laat het ons weten hieronder in de comments. En doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. Dan ben je in ieder geval altijd op de hoogte van al onze laatste video's. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Tot dan! Doei!